Goedemorgen allemaal. Welkom weer bij een nieuwe live uitzending. Het is weer zaterdagochtend. Het is tijd voor een gezellig knutselochtendje. Niet al te veel voorbereid. En we gaan wat gezellige romantische kaartjes maken. Deze keer ga ik aan de slag met Art of Alchemy Paper. En dan de Melody of the Heart collectie. Deze had ik nog steeds klaar liggen. Had ik nog nooit wat mee gedaan. En ik denk, weet je, er was een hele mooie stansmal uitgekomen van Marianne van Studio Light. Een doily card shape. En die stansmal vond ik zo ontzettend mooi. Ik denk, weet je wat, we gaan er gewoon wat eenvoudigere, romantische kaartjes van maken. Nou ja, eenvoudig in de zin van, ik doe mijn best om er niet al te veel op te plakken. Maar we gaan het zien. Jullie kennen mij ondertussen wel. Ik denk dat jullie mij beter kennen dan mijzelf bijna. En als ik zeg van het wordt eenvoudig, dan komt er meestal nog van allerlei poespas er weer bij. Maar we gaan het gewoon zien. Melody of the Heart is een ontzettend leuke collectie. Ik kan het papier niet meer helemaal laten zien, want ik heb er natuurlijk al aardig in gesneden. Het is echt ontzettend mooi. Ook die rozen, die bloemen, ze zijn prachtig. Nou, deze heb ik dan nog wel compleet. Hier nog een restantje, er zit wat muziekpapier bij. Deze is ook echt ontzettend mooi. Deze hebben we. Nou, ik heb hier nog een strookje over. Dit leek me ook leuk voor gewoon een slimline kaart. En daar hier in het midden bijvoorbeeld een doily. Of wacht even, ik heb ook nog een hele mooie stans hier liggen. Die had ik nog uitgestans liggen. Kijk, die hartjesmal van Marianne Design daar in het midden. Dat is ook gaaf. Nou, kan op de stapel van uitwerken. Nou, dit papier zit er nog bij. Hier heb ik ook al wat van uitgesneden. Dat zit er nog bij. En deze hebben we. Nou, er zitten ook knipplaten bij. Die komen misschien straks nog eventjes aan bod. Er zijn ook losse knipvellen bij te verkrijgen. Dus er is van allerlei leuks. Nou, daarbij ga ik werken met deze doily card shape. En dat is de SL-NL-CD773. En er zijn binnen deze Nature Lover serie ook hele mooie stempels uitgekomen. En die passen weer precies in dit frame. Dan moet ik even kijken, dat is dan deze stempel. De stamp 593. Die past dus weer precies hierin. En er zijn ook hele mooie vlinders uitgekomen. En deze vlinderstempels, die matchen dus weer precies met de vlinderstansjes. Nou, heel misschien dat ik die script nog een beetje ga gebruiken. Deze takjes ga ik deze keer niet gebruiken. Maar vanavond is Corine ook nog live. En die gaat ook nog met deze collectie aan de slag. Dus dan gaan jullie daar ook nog weer wat van zien. Dit leg ik even aan de kant en dan gaan we van start. Nou, wat heb ik met deze stans gedaan? We gaan eerst beginnen met de eenvoudigste kaart, want ik wil er eigenlijk twee gaan maken. Even kijken. De eerste, dat gaat deze worden. Ik heb het stansje. Eerst heb ik dit zo door mijn stansmachine gedaan. Daarna heb ik bij het uitgestanste heb ik deze doily er weer ingelegd en dat door de machine gedaan. En dan krijg je zo'n heel mooi opengewerkt kantje. Bij deze kaart wil ik gewoon dit als bovenkant laten. En aan de binnenkant wilde ik dan designpapier gaan doen. En in principe kan de kaart zo blijven staan. Maar goed, ik weet niet of dat heel handig is. Maar aan de andere kant, je kan hem ook
Weet je, ik denk dat ik hem zo ga doen. En je kan hem ook gewoon geven. Kijk, het hoeft geen per se een staande kaart te zijn. Het mag ook gewoon een platte kaart zijn. Dan zit ik even te denken in verband met de decoratie wat ik wilde gaan doen. Of het nou wijsheid is om hem zo te doen of andersom. Ik heb trouwens ook nog dat middelste gat eruit gestanst. Nou, in eerste instantie ga ik nu even beginnen om deze te voorzien van gesso. En even met mijn peperdistressen erlangs. En ja, hoe het precies gaat worden, dat weet ik nu dus nog niet. Dat is nog eventjes een beetje afwachten. Aan de binnenkant, ja, je kunt daarvoor het stansje gebruiken wat erbij zit. Of je gaat gewoon zelf even papier snijden. Ik heb voor het gemak heb ik gewoon zelf het papier gesneden. Ik heb er één strook in gedaan van 14,3 bij 10 centimeter. En het designpapier dat is, even kijken, 9,5 bij, uit mijn hoofd, 13,8. Ja, want de onderkaart is 14,8 hoog. Ik ga even kijken wat wijsheid. Nee, ik kon wel eerst even de gesso nog doen. Ik kan dat weer even een klein beetje aandrogen. En je kunt ook nog zeggen van ik plak dit alsnog weer vast op de kaart. Dat kan ook nog. En je kan er ook nog mooi shaker elementen achter doen. Je kan er nog vellum achter doen. Weet je, er zijn gewoon zoveel mogelijkheden nog mee. Maar ik wilde gewoon in deze live even een niet al te moeilijke kaart van deze maken. Ik denk dat ik er toch maar een staande kaart van ga maken. En dan ga ik de decoratie hier aan de zijkant doen. En dan komen die mooie bloemen eroverheen. En dan is dit gewoon een soort, ja, oplegvelletje, zeg maar. Goedemorgen voor iedereen die er nog bij komt. Gezellig. Leuk dat jullie nog binnenstromen. Ik heb in eerste instantie even een beetje laten zien waar ik mee ga werken. En dat is dus de prachtige Melody of the Heart collectie van Alchemy of Art. En daarbij heb ik een hele mooie doily frame van Studio Light. En dat ga ik een beetje, ja, dat moeten twee romantische kaartjes gaan worden. Wat je natuurlijk ook nog kan doen, hè. Je kan hem ook andersom gaan vouwen. Je kan ook zeggen van ik plak hier nog weer deze kaart aan de andere kant erbij naast. Dan kan je ook een mooi drieluikje maken, want je hoeft dit middelste frame niet uit te stansen. Dus dat is ook nog wel een leuk idee. Wie weet komt dat dan weer bij de volgende. Wat we ook kunnen doen, is dit alleen even hier met een klein drupje lijm vastzetten. En dan heb je gewoon een platte kaart wat gewoon dicht is. En dan heb je gewoon een enkele kaart. Dat kan ook nog. Ik kijk straks even of ik dat doe of dat ik hem gewoon open laat. De bedoeling is eigenlijk zo open. Want ik vond juist dat gedetailleerde wel ontzettend leuk. Ik had voor deze kaart wat blaadjes uitgestanst van Elizabeth Craft Design. En dat komt van het setje van de Greenery Fillers. En dat setje kan ik straks wel even laten zien. Maar die heb ik nu even niet à la minuut binnen handbereik. Ik had in eerste instantie één kleur groen gepakt. Maar ik denk dat ik de andere blaadjes toch nog even in een iets lichter kleurtje groen uit ga stansen. Zodat ik even wat verschillende kleuren groen ga krijgen.
De bedoeling is dat die daarnaast gaat komen. Even kijken. Deze wil ik ietsjes kleiner hebben. En aangezien ik niet heel veel papier van deze kleur over heb, ga ik dit eventjes op deze manier door mijn stansmachine doen. Dan plak ik hem wel eventjes vast, want anders weet ik straks zeker dat het misgaat. En dan heb ik dat mooie kleurtje groen niet. Ik gebruik daar heel vaak blokjes van Studio Light voor. Die heeft Studio Light in allerlei verschillende kleurstellingen. En daar kan je dan heel makkelijk kleine blaadjes, accessoires en dergelijke mee uit gaan stansen. Dat is een blaadje 1. Die zit nou een beetje vastgeplakt in mijn malletje. Kijk, anders dan is die veel te lang als ik het hele blaadje ga gebruiken. Dus die gaat naar die kant komen. En dan wilde ik er ook eentje naar beneden laten gaan. Papier is ietsjes te breed. Was ik al bang voor. Dan toch maar even bijknippen, want anders dan gaat het niet zo makkelijk door onze stansmachine. Dat is niet de bedoeling. Nou, in het midden wilde ik eigenlijk alleen maar een tekst gaan doen. En ik weet nog niet waarvoor, dus ik denk dat ik dat nog heel eventjes achterwege laat. Oh ja, ik kan er nu wel een tekst op doen, maar kan ik beter doen op het moment dat ik hem ga versturen. Wellicht gewoon iets van een tekst van gefeliciteerd of iets in die trend. Kijk, dan komt dat daar. Dan had ik nog heel mooi lint. Nee, toch ga ik hem zo plat doen, want dan komt mijn decoratie mooier uit. Want die wilde ik daar namelijk nog op doen. En ja, ze komen weer voorbij, hè? Die leuke hartjes van Marianne Design. Ik vind dat gewoon zulke mooie elementjes om weer overal bij te gaan plakken. Ik heb deze in metallic uitgestanst. En dan komt aan de ene kant het open hartje en aan de andere kant die dichte hartjes. Kijk, en ik had nog een hele mooie bloem van Prima Marketing. Die komt er ook bij. Ons beroemde parelspray gaat er nog onder komen. En dan wilde ik bij deze eigenlijk niet meer gaan doen. Alleen nog een vlindertje straks even uitstansen. Die gaat dan hier onderaan komen en dan komt hier in het midden een tekst. En dan denk ik dat we ook deze alweer meer dan genoeg hebben. Ik ga uit mijn kast even een klein stukje wit touw pakken. Waarmee ik mijn parelspray weer aan elkaar ga knopen. Dat touwtje maak ik even een strikje weer van. En dan denk ik dat ik maar gelijk mijn lijmpistool aan ga slingeren. Dan kan die alvast warm worden. Kunnen we van deze de decoratie op gaan plakken. En dan gaan we dan alweer
naar de volgende creatie. En zoals ik al zei, dit is even gewoon echt een, ja, even een keer een niet al te moeilijke. Nou, het begin niet gezien. Nou, je kan het gewoon weer terugkijken. Het komt ook op ons YouTube kanaal te staan, dus daar kun je gewoon weer terugkijken. Deze bloemen, die komen uit de, oh, hoe heette die collectie? Ook in ieder geval wel iets van een love collectie van Prima Marketing. Volgens mij, ja, ook iets met hart. Ik durf het niet meer exact te zeggen, maar ik zal die in ieder geval nog eventjes gaan linken. Dus dan kunnen jullie dat na de live weer terugvinden. Kunnen eventueel natuurlijk, we hebben van Marianne Design ook nog die stans van lieve groetjes. En dat heeft ze ook nog in, ja, gefeliciteerd en allerlei zulke soort teksten. Die kunnen natuurlijk ook nog erin doen. Of gewoon een tekst erop stempelen. Ik ga even kijken zometeen of ik deze in zijn geheel erop ga plakken. Of dat ik hierbij toch ook zeg van, er gaan een paar stukjes vanaf. Op zich vind ik het wel leuk om hem zo in zijn geheel te gaan gebruiken. Nou, omdat ik besloten heb om hem toch over zo te gaan doen, ga ik deze gewoon alvast vastplakken. Die komt weer hier in het midden. Ja, en weet je wat je met deze doily ook nog kunt doen? Kijk, nu ben je natuurlijk gebonden aan een A6 kaart. Je kan hem ook gewoon losknippen en als los element ook nog weer op je kaart gebruiken. Dat wilde ik ook nog een keer gaan doen. Ik ga heel even een... Even kijken, heb ik dat... Oh, die bloemen, dat zijn trouwens... uit de Bohemian collectie. Het zijn deze bloemen. Bohemian Heart 668327. Ik ga hier heel even een klein stukje plastic onder leggen. Want ik ga nu namelijk met mijn lijmpistool daar bezig. En dan ben ik anders bang dat ik aan de achterkant mijn kaart daar vastplak. En dat is niet de bedoeling. Dat plasticje kan ik er straks alweer aftrekken. Even kijken, wat ga ik doen? Parelspray er bovenop, ja. Dus ik ga eerst het strikje even vastplakken. Dit strikje heb ik gemaakt met het hele mooie crackle organza lint. Dat is ook weer zo ontzettend leuk. Ik heb hiervoor een mooie roze kleur gebruikt. En straks bij de volgende ga ik ook een mooie beige kleur gebruiken. Even kijken. Ik ga wel dit stukje even eraf knippen, scheuren. Dan steek ik dat daaronder en dat komt daar een beetje naar beneden vallen. Maar als ik dat grote gedeelte eraan laat zitten, dan kom ik niet weg met mijn strookje. Dan gaat hij er weer heel ver onder. Nou, die takjes zal ik hier heel ietsjes even ook vastplakken. Nou, ik vind het fijn om dit met een lijmpistool te doen, maar je kunt het natuurlijk ook gewoon met de normale lijm doen. Het kan met 3D kit, maar ik vind lijmpistool gewoon fijn, dan zit het gelijk goed vast. Enige nadeel, je kunt ook niet meer schuiven als je later toch denkt van ik had het anders willen doen. Ja, dan heb je pech. Vast is vast. Alles kan weer open, maar het is niet handig.
Nou, ik prutste dat altijd weer een beetje erachter. Dan komt nu eerst even ons parelspray. Dan komt daarop onze hele mooie roos. Deze keer dus een mooie kant-en-klare. Scheelt mij weer wat werk. Want ja, weet je, het is heel erg leuk om zelf bloemetjes te maken. Maar dat lukt natuurlijk niet om dat voor elke creatie te doen. Kijk, dit is toch gaaf. Kijk, dat plasticje kunnen we nu weer makkelijk verwijderen. Nou, nu moesten onze hartjes er nog bij. Dat vind ik eigenlijk iets te groot om ze in zijn geheel te gebruiken. Die steek ik er gewoon iets zo nog weer achter. Oh, ik vind dat zo heerlijk om daar zo mee te prutsen en een beetje die decoratie weer op te bouwen. Nou, die roos moet ik zo nog even weer ietsjes beter aanduwen. Dit hartje komt aan de andere kant. Ik was toch blijkbaar iets te zuinig geweest met mijn lijn. Ik moest mijn lijnpatroon bijvullen. En dat had ik niet gedaan. En het zat dus nog niet helemaal vast genoeg. Oh, dit was wel echt een... Een romantisch tafereeltje weer. Maar ik denk niet dat ik deze er nog bij ga doen. Ik denk dat ik dat veel te veel ga vinden. En ik twijfel ook nog. Kijk, maar als we hier nog een tekst op gaan plakken. Dan twijfel ik of we er een vlinder bij moeten doen of niet. Nou, ik kan er even eentje uit gaan stansen om te kijken hoe en wat. Maar ik vermoed... Dat ik het zonder vlindertje ga doen. Dan moet ik even een... En wat voor kleurvlinder zouden we dan doen? Even kijken. Vlinder. Uit een stukje designpapier... Gaat proberen, maar ik vrees dat dat echt te veel gaat worden. Ik denk haast dat ik beter een paar van die... even kijken. Het lijkt zo gemakkelijk, maar ik vind het wel moeilijk. Oh, dit kan je heel prima in een bubbeltjes envelop nog weer verzenden... ja, mijn kaarten die hangen meestal een tijdje in de winkel. En ja, binnenkort wil ik toch een keer gaan kijken dat ik misschien dat ik ze per setje een keer ga verkopen of zo. Want er is best wel veel vraag naar ja, voorbeeldkaarten. Maar ik ga dat niet allemaal per stuk verkopen. Dus ik moet even kijken hoe en wat. Ik vind die vlinder vind ik eigenlijk een beetje too much. Of ik moet hem eerst even op een lichtere gaan matten. Dan komt hij wel leuk uit. Kijk, dan kan het wel. Ik vind hem zo wel leuk, maar alleen op dat, met dat designpapier vind ik hem te veel worden. Ja, vlindertje erbij op. Dan komen er hier aan die kant nog even drie plakpareltjes. Maar daar moet ik nog even de juiste kleur voor gaan zoeken. En dan is deze klaar. Nou ja, op het spetteren na. Onze postkaart moet er natuurlijk weer bij.
En je kunt zien, deze vlinders kun je dus heel mooi opbouwen. Ik plak dan altijd alleen maar het lijfje even vast. En hier in dit lijfje kun je natuurlijk ook nog weer wat leuke vlindertjes gaan plakpareltjes gaan doen. Of eventueel zelf wat meeldraadjes. Even kijken, de vlinder gaat daar komen. Maar ik hou hem eventjes omhoog, mijn kaart, omdat ik anders, doordat dit allemaal open is, dat ik anders mijn kaart daar vast ga plakken. En dat is gewoon niet de bedoeling. Kijk, dit is toch gewoon gaaf. Nou, een paar lichtgroene plakpareltjes. En dan is deze alweer klaar. Kijk, je kan hem eventueel, als je wilt, kun je hem laten staan. Maar hij zakt wel een klein beetje door zijn voegen. Nou, dat is kaart 1. Maar we gaan door naar de tweede. En dan ga ik eerst even mijn koffie opdrinken, want ik vergeet helemaal dat ik koffie heb. Nou, het is ondertussen wel ijskoffie. Kijk, dat spetteren kan ik ook nog even doen. Hier op de achterkant. Nou, en zo zie je, je hoeft aan de binnenkant niet eens meer wat te doen. Want dat vind ik gewoon jammer. Dus het is gewoon echt een, ja, een mooie romantische kaart. Op de achterkant kan je gewoon je wens schrijven. Nou, dat is nummer 1. Even dit een klein beetje opruimen, zodat we weer ruimte hebben voor kaartje 2. Nou ja, jullie weten, ik ben altijd een beetje, als ik twee kaarten een beetje in dezelfde stijl maak, ik vind dat altijd ideaal, want dan kan je gewoon meerdere kaarten tegelijk maken. Bij deze heb ik hem net weer iets anders uitgestanst. Ik heb bij deze aan de binnenkant heel mooi designpapier. Ook weer dat mooie bordeaux. En daar heb ik dit mooie romantische bloemetje. Ik heb bij deze de kaart dus gewoon dicht gelaten. Je kan ook eventueel zeggen van, ik ga hem bijvoorbeeld nu sluiten met een magneetje of met een strikje aan de zijkant. Ik heb de doily, heb ik nog een keer uitgestanst in het rode karton. Dus gewoon de basiskaart weer uitgestanst. En die heb ik hier aan de zijkant gewoon afgesneden, zodat hij hier weer in een ander kleurtje bovenop gaat. Zodat je bij deze dus een dichte kaart hebt. Dan heb ik daarop, kan je natuurlijk of een effen kleurtje doen. Of een leuk designpapiertje. Nou, hier gaat een designpapiertje op komen. Ik had nog wat knipplaatjes. En er zit onder andere zo'n heel lief meisje in. Nou, je ziet wel, er komt straks daar niet zo heel veel meer van zichtbaar. Maar dat maakt niet uit. Bij deze wilde ik het weer dat leuke crackle organza gaan gebruiken. Alleen deze keer de beige kleur. Nou, voor degene die het strikken moeilijk vinden. Om de vinger heen. Daar doorheen halen. Ik trek deze naar mij toe. Duim er doorheen. En dan kan je altijd zorgen dat je, ja, strikje eigenlijk in het midden aangetrokken wordt. Nou, de decoratie bij deze wordt dus met een beetje dezelfde ingrediënten als de andere kaart. Dus we hebben weer een mooi organza lintje. Die wilde ik daar doen. Ik had voor deze ook mooie groene takjes uitgestanst. Ook van die greenery fillers
van ECD. Even kijken, waar had ik mijn vouwbeentje? Dus die blaadjes die komen allemaal van één en hetzelfde set. Alleen heb ik dus een beetje verdeeld over beide kaarten. Dat ik niet bij beide kaarten exact hetzelfde aan blaadjes heb. Maar een beetje ermee gespeeld. Daar komt straks nog een beetje gesso weer op. Ik vind het vaak wel fijn om de decoratie een beetje naar beide kanten hetzelfde te doen. Dus dat je een beetje balans daarin houdt. Hier heb ik de open hartjes uit glitterpapier. Net had ik metallic cardstock. Dit is roze glitterpapier. Ook dat heb ik gelinkt in de webwinkel. Dat is van Cardeco. Maar ja, weet je, er zijn verschillende merken die wel glitter en metallic cardstock hebben. Ook Marianne Design heeft wel heel mooi metallic cardstock. Dus ja, kijk gewoon even. Waarschijnlijk heb jij het ook wel in huis liggen. Gebruik gewoon wat je zelf hebt liggen. Die hartjes wil ik zo een beetje daar weer achter doen. Even kijken, wat wilde ik bij deze er nog bij doen? Misschien aan die kant dat ze daar naartoe gaan. Voor deze had ik dan ook nog een mooie bloem. Ik zat te denken om deze, dit zijn eigenlijk van die foam buds, om in de bloemen te steken. Maar om die ook ter decoratie nog een beetje erachter te doen. We hebben ons parelspray natuurlijk nog weer. Bij deze vind ik het parelspray wel leuk om weer zo rond te doen. Nou, hoe doe ik dat? Ik buig dat, of vouw dat eigenlijk zo aan elkaar. Ik pak weer een dun wit touwtje, wikkel ik er eventjes omheen, knoop ik vast en dan maken we weer een strikje van. Ja, weet je, die opbouw, ik heb wel heel vaak een beetje eenzelfde structuur van opbouwen. En ook wel regelmatig dezelfde materialen. Daarin, ja, heb je toch een beetje een bepaald steltje. En de ene keer doe je dit erbij, de andere keer doe je dat erbij. De ene keer wordt hij iets voller dan de andere keer. Ja, dat is ook gewoon gaandeweg leer je daar gewoon een beetje mee werken. Kijk, die komt daar dan weer achter. Dan lijkt het net alsof ze die parels ook een beetje zo in de haren heeft. Die takjes. Ja, eigenlijk wil ik de takjes toch ook weer in een ander kleurtje. Dan doe ik bij deze. Even kijken, die kleur is te licht. Deze kleur. En dan komt er misschien nog een mooie vlinder bij. We gaan eens even kijken. Nou, er zijn wat verschillende flyers van de live. En dat was afgelopen week even misgegaan. Ik had in eerste instantie had ik de verkeerde datum erop gezet. En later hebben Jeanette en Corine hebben geruild met de live. Dus vanmiddag is Jeanette om 3 uur live en vanavond is Corine live. Kijk, ik vind het toch wel leuk om even in 2 kleuren groen te gaan werken. Dan gaat deze hier nog weer bij op.
Nou, inmiddels heb ik die hartjes, stansjes, die open hartjes en zo al wel ontzettend vaak gebruikt. Ik vind dat echt zulke leuke decoratie-items. En dan gaan we zo meteen onze kaart even een beetje wit maken met gesso. En dan denk ik dat we de opbouw een beetje op deze manier gaan doen. Dus deze takjes komen hier nog achter. Ik zat te denken om die vlinder, om die daar nog bovenaan te gaan doen. Doen we dat of doen we die aan de binnenkant? Nou, dat kunnen we straks nog even bedenken. We gaan gewoon dit alvast even vastplakken. De opbouw is nu zo goed cut uit het album van Jeanette ook los te koop. Ik weet niet welk album jij bedoelt. Jeanette die heeft heel veel albums gemaakt, dus ik durf het zo even niet te zeggen wat je precies bedoelt. Het album, coveralbum. Nou, eerlijk gezegd gaat me dan nog niet echt een lampje branden welk je precies bedoelt. Nou, ik heb weer een heerlijke chaos om me heen liggen. Ja, als je chaos hebt liggen, dat zijn vaak dan ook weer de meeste ideetjes, hè? Het is geen creatieve rommel, maar het zijn gewoon allemaal ideetjes die er liggen. Laten we dat maar gewoon zo aanhouden. Goed excuus. Hebben jullie voor dit weekend nog leuke knutselplannen of niet echt? Nou, in ieder geval kunnen jullie de lives nog gezellig meekijken. Nou, er is afgelopen week gewoon weer ontzettend veel bij ons binnengekomen. Dus het was ook gewoon weer een lekker druk en gezellig weekje. Nou, ik heb net de laatste slok koffie even snel naar binnen gewerkt, Alette. Dus dat is gelukt om die inmiddels op te maken. Zo. Nou, vanavond gaat Corine dus ook met deze mal nog wat doen. Zij gaat ook de labelmal er nog weer bij gebruiken. Dus kijk ook zeker met haar nog even mee. Ja, ik zit te denken, deze kant, ik denk dat ik die gewoon blanco laat. Dan kunnen we ook hier eventueel onze wens nog opzetten. En heel misschien dat ik die schoenen nog daar aan de binnenkant ga plakken. Gewoon ter decoratie. Nee, ga ik niet doen, want dan zie je dit hier. Vind ik niet mooi. Ik heb voor dit papier trouwens het matching blok uit de JMA collectie gebruikt. Helaas is dat blok niet meer verkrijgbaar, maar heel veel mensen hebben hem denk ik nog wel. Dus die past er weer ontzettend goed bij. Deze ga ik ook alvast vastplakken. En dan gaan we deze op de onderkaart vastplakken. Nou, wat ik doe is gewoon even langs de zijkant een randje met lijm. En dan past die weer exact op ons basiskaartje. Dus ik heb straks één opengewerkte doily. Kijk, maar je kan hem dus ook, als je hem dus uitstanst, gewoon weer op een grote kaart. En dan bijvoorbeeld een leuk vintage plaatje in het midden doen. Dus je zit niet per se aan dit kaartmodel vast met deze mal.
hij heeft gewoon nog meerdere mogelijkheden. Zien jullie wat ik aan het doen ben? Ik plak hem dus eigenlijk op de kop op. Maar dat maakt niet uit, want zo hebben we wel weer die leuke bloemen aan die kant. En we laten dat ook gewoon zo. Dat meisje ga ik eventjes... Even kijken. Ja, het is dubbelzijdig, dus ik kan beide kanten kiezen. Ik kan haar ook zo een beetje in het midden zetten, want dan komt het denk ik net wat mooier uit. Bij dat andere viel ze nog wel aardig een beetje weg. En als ik haar zo in het midden zet, zien we nog net wat meer ook van de bloemetjes van de achtergrond. Even kijken, dan moest ik de takjes nog eventjes wit maken. Ik vind dit zo heerlijk om te doen, hè. Lekker een beetje ermee prutsen. Ja, er staat boven de link staat al welke mal ik gebruikt heb. Dit is de Doily Shape van Studio Light uit de nieuwe Nature Garden collectie. En die kun je terugvinden via de link dus. Dan ga ik die daar zo een beetje achter stoppen. Deze ga ik ook weer even korter maken. Die komt dan daar overheen. En ik had nog zo'n lichte. Die gaat naar de andere kant. Bloemetjes een klein beetje in model vouwen. Als ik dit soort kaarten maak, dan ben ik meestal niet zo dat ik ze echt helemaal met zo'n bolpen ga doen. Dan doe ik het gewoon een beetje met zo'n, met een vouwbeentje. Dan wordt je papier net ietsjes soepeler. En dan kan je er gewoon, net wat meer model in maken. Nou, dit ligt hier ontzettend leuk. Ik doe gewoon even een drupje lijm eronder en ik duw dat even zo aan, want er komt hier toch weer wat overheen. En dan maakt het helemaal niks uit hoe je dat vastplakt. Het parelspray kwam er nog weer bij. Die komt daar onderaan. Ik ga deze even dicht doen, want die heb ik nu voorlopig toch even niet meer nodig. En anders heb ik straks mijn hele lijm alweer vastzitten. Dus een beetje parelspray. Kijk, dan heeft ze mooie pareltjes in haar haren zitten. We kunnen ook alleen een vlinder erop doen. Nee, doen we niet. Deze moest er nog bij. Ik heb gewoon eigenlijk veel te veel wat ik er weer op wil gaan doen. Alles is ook gewoon zo leuk. Kan het cardstock niet vinden, heb geen nummer. Nou, ik probeer dat na de live wel even te kijken wat jij bedoelt... Even kijken, Els van Nes, want ik durf het zo eerlijk gezegd even niet te zeggen. Die hartjes kunnen ook nog zo iets naar beneden.
Want daar komt ons lintje nog overheen. En ons bloemetje. Nou, ik vind het altijd leuk om een klein beetje sisal onder het roosje nog weer te doen. En deze komt er dan op. Nou, dit wordt ook wel weer echt een mooi romantisch tafereeltje. Ik vind het helemaal leuk. Oh, ik kan me hier zo op verkneuteren. Nee, ik vind dat zo heerlijk om te doen. Kijk, dan heb je toch gewoon een gaaf tafereeltje gemaakt. Deze ook een beetje wit. En hé, hey, ik vergeet wat. Ik vergeet mijn strik. Ik had een heel mooi strik gemaakt. Daar is die. Ja, het strik. Dat kan toch niet Janine en geen strik op de kaart. Dan is het geen echte Janine, zou je bijna zeggen. Nu denk ik alleen, doe ik die vlinder erbij op of vind ik dat gewoon echt te veel worden? Ik ga eens even kijken. Ik denk dat ik dit een beetje heel veel vind, die vlinder. Ik denk dat er een iets kleinere vlinder op moet. En anders doe ik daar gewoon een leuk tekstje. Want we hebben natuurlijk ook nog van die, die tekstbannetjes. Dat vind ik denk ik veel leuker. En ik kan die vlinder natuurlijk wel aan de binnenkant gaan plakken. Dan kunnen we die vlinder daar doen. Nee, hier in het midden. Want anders, als ik die daar onderaan ga plakken, dan zie je hem weer. Doe gewoon een vlindertje ter decoratie aan de binnenkant. Kan toch ook? Dus die gaan we weer even mooi zo opbouwen. En ik heb bij deze dus twee maten van die opengewerkte vlinders. Dus je kan ook gewoon twee verschillende maatjes weer op elkaar gaan doen. Is ook wel weer ontzettend leuk. Nou, ik ga de binnenkant, die kant laat ik verder gewoon zo open. En dan kunnen we hier in principe ook nog weer, ja, wil je dat, kun je ook een tekst hier aan de binnenkant nog weer gaan maken. Vlindertjes vind ik altijd leuk om een beetje zo omhoog te doen. Uiteraard wordt dat wel weer plat als je hem gaat verzenden. Nou, ik denk dat ik een paar plakpareltjes er nog op ga doen. Deze moet ik straks nog even ietsjes verder zo naar beneden vouwen. En dan laat ik deze ook zo. Nee, ik vind niet dat, dat daar nog die vlinder bij moet. Ik vind dat te veel worden. Nou, het zijn dus twee romantische kaartjes geworden. Hier komt dus nog iets van een tekstje op. En deze ga ik nog even wat plakpareltjes bij opmaken. Ja, en dan denk ik dat ik ze gewoon zo laat, want ik vind het meer dan genoeg. Ik ga de producten nog even voor jullie linken, wat ik nog niet had gedaan. En dan ja, hoop ik dat jullie ook de rest van de dag weer gezellig mee gaan kijken met de live uitzendingen. Dat ik jullie weer kon inspireren met deze nieuwe standsmal en met deze kaarten. En dan wens ik jullie een heel fijn weekend en heel graag tot de volgende keer dan maar weer. Doei doei!